Hallo en welkom bij een nieuwe video van mij. Vandaag ga ik iets doen wat ik eigenlijk vorig jaar had moeten doen. Oeps. Ik ga namelijk opleidingen vergelijken. Yay! De opleidingen die ik nu kies zijn gebaseerd op de keuze die ik had gemaakt als ik het vorig jaar had gedaan. En de winnaars zijn sociaal-juridisch dienstverlener, hbo-rechten en bestuurskunde. Wat ik studeer. Shocker. De informatie die ik gebruik is afkomstig van www.hogeschoolvanamsterdam.nl/opleidingen. So let's begin. Ten eerste zijn alle drie de opleidingen voltijd en ook nog eens een bacheloropleiding. Alle drie de opleidingen hebben geen selectie. Thank you, Jesus. Volgens de site van de Hogeschool van Amsterdam is de opleiding bestuurskunde bestemd voor mensen die een hart hebben voor de publieke zaak. Verder moet samenwerken een passie van jou kunnen zijn. HBO-rechten is voor de mensen die een hart hebben voor de rechterlijke macht. Dus wetboeken willen doorbladeren en zo. Verder moet jij analytisch kunnen kijken. SJD, Sociaal Juridisch Dienstverlener daarentegen, is het willen opkomen voor de little man. Justice for the people. Alle drie de opleidingen duren 4 jaar lang. Bestuurskunde begint gelijk met de praktijk. In week 1 zul jij al kennis maken met de mooie en de prachtige wijken van Amsterdam. En ik kan uit ervaring spreken, want letterlijk in week 1 werd ik gewoon... Zuidoost. Go for it, girl. HBO-rechten maakt gebruik van de kennis en de vaardigheden die je leert uit hoorcolleges en werkcolleges. En die laten ze jou toepassen aan verschillende casussen die ze aan je voorleggen. Een casus kan bijvoorbeeld zijn een rechtszaak die is gespannen in 2014. En jij moet met jouw kennis en vaardigheden kunnen uitleggen waar de rechtszaak over ging, hoe het had kunnen opgelost worden en of de uitspraak correct was. SJD, Sociaal-Juridisch Dienstverlener, heeft ieder blok een ander focuspunt. Een focuspunt kan bijvoorbeeld zijn de hoorcolleges, de werkcolleges. Tot trainingen. De verschillende werkvelden waarin je in terecht kan komen met bestuurskunde is bijvoorbeeld verschillende overheidsorganisaties. Dit is bijvoorbeeld Tweede Kamer misschien, of de ministerie van Justitie, of de ministerie van Financiën. Maar ook je lokale gemeente. Of misschien zelfs NGO's. Non-Governmental Organization. Wat dat inhoudt, dat is een organisatie bijvoorbeeld zoals Greenpeace of Amnesty International. Bij rechten word je uiteraard alles wat te maken heeft met juristen. Bijvoorbeeld een jurist zelf. Of een medewerker van een bedrijf op de juridische afdeling. En met de sociaal-juridisch dienstverlening opleiding word je vooral consulent. Voor alle drie de opleidingen moet je HAVO, VWO of een MBO niveau 4 diploma moeten hebben behaald. Maar let op, voor de opleiding bestuurskunde moet je nog een extra toelatingseis hebben. En dat is economie. Heb jij economie niet gehad op de middelbare school of op je MBO 4 opleiding of op het VWO, dan moet je een economische toelatingstoets doen. So watch out! Ik weet dat een opleiding kiezen niet heel makkelijk is, maar ik weet dat jij het kan. Blijf vooral dingen doen zoals vergelijken en open dagen bezoeken, want nuttiger dan dat bestaat niet. Maar een goede start, dat wel. Dus zorg ervoor dat je voorbereid bent, zodat jij dit volgend schooljaar lekker snel en lekker vlot mee kan draaien in het curriculum. Heb jij meer vragen of weet jij nu niet wat je moet doen? Kijk dan op de website van www.hva.nl. Wil jij weten hoe mijn studiekeuze is gegaan? Klik dan ergens op deze video. Wil jij weten hoe Amber's studiekeuze is gegaan? Klik dan ook ergens op de video. Wil jij subscriben op ons kanaal? Tuurlijk wil je dat, waarom zou je dat niet willen? Klik dan op mijn mooie ronde hoofd. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En vergeet niet, ik zie jullie iedere week weer om 4 uur op dit kanaal. Dank jullie wel en joep!